Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Goedenavond en welkom bij Kruispunt. Welkom bij deze speciale kloosterserie op reis. Want dit jaar gaat Kruispunt op bezoek bij buitenlandse kloosters die geleid worden door Nederlandse mannen en vrouwen. En ik kan u verzekeren, deze Nederlanders wonen op de mooiste plekken van Europa. In de bergen, bovenop een heuvel of zoals vandaag op een eiland voor de kust van Wales. U ziet het eiland al liggen. Ik ben op weg naar Koldi Island. Vanaf de 6e eeuw woonden daar al monniken en daarom wordt het ook wel het heilige eiland genoemd. Op dit moment leven er zo'n 15 trappisten. En ze doen dat onder de bezielende leiding van een Nederlander. Daniël van Zandvoort. Hij is de komende dagen onze gastheer. Welkom. Daniël. Welkom. Welkom. Ja, fijn dat u bent. Hartelijk welkom. Ja? Hartstikke goed. Ja? Hij is dol op zingen. Geboren in Tilburg en opgegroeid in Vught. Daniël van Zandvoort. Op jonge leeftijd treedt hij in bij de trappisten van de Achelse Kluis. Een klooster op de grens van België en Nederland. In 1989 zoekt hij zijn heil op Koldi Island. Een eilandje voor de kust van Wales. Daar wordt hij enkele jaren later tot abt gekozen. Komt u vaak hier? Ik kom hier elke dag. Altijd rond een uur of 4 's middags ben ik hier te vinden. Maar het is een plek waar ik me heel sterk mezelf voel. Veel mensen denken dat een eiland je letterlijk heel erg beperkt. En dat je je opgesloten gaat voelen. Maar dit is echt, voor mij opent het zich nieuwe perspectieven. Ik kan heel, ja, het werkt verruimend. Vooral als het weer omslaat naar, ja, storm, dan ben ik heel graag hier. Want het geeft zoveel energie. De gulzigheid van God noem ik het altijd. Iets van, God is zo royaal. Hij verspilt zoveel energie. En om dat zo te zien, dat werkt enorm creatief. Beleef je die rijkheid misschien wel het sterkst hier op deze plek? Ja. Deze plek krijgt heel veel wind te verduren in de winter. En zoals je ziet hier, de kustlijn is echt gehavend. Hè? Ja. En ik heb gezien dat de golven echt zo hoog zijn dat ze over deze rotsen heen komen. Ja. En dat je helemaal wit bent van schuim. Is dat de gulzigheid van God? Ja. God is altijd gulzig. Er zijn momenten waarvan je denkt dat er niets gebeurt. Maar dat is vaak omdat ik afwezig ben. Ik ben er niet bij. Natuurlijk, zo'n storm, daar moet je er wel bij zijn. Als je er niet bij bent, dan heb je het gevaar dat je in de zee valt. Maar het is echt een, ik vind het een enorme gave. Het is om niet. Wat voor mij de diepe indruk van de zee is, elke keer die realiteit van eb en vloed, van het binnenduwen van het water en het weer het terugtrekken van het water. Dat natuurlijk gebeurt door de maanstand. Maar
Ik heb me vaak afgevraagd van als het zo'n grote invloed heeft op zoveel kubieke meter water, waarom zou dat geen invloed hebben op mij? Ik ben toch ook een deel van de schepping. Men zegt vaak onder de vissers dat mensen sterven als het tij uitgaat, als het eb wordt. En dat er geboortes plaatsvinden veel als het vloed wordt. Ik vind het veel bijzonder. Maar ik zou het spiritueel vertalen voor mij is, wat ik erin zie is, het leven bestaat uit geven en nemen, ontvangen en doorgeven. Daniel, in deze kloosterserie op reis wil ik in elke uitzending één vraag centraal stellen. En hier op dit eiland, op Koldi Island, moet het wel de volgende vraag zijn. Soms willen we allemaal wel op zo'n eiland zitten om weg te zijn uit dat drukke bestaan. Misschien ook wel uit de sleur van alle dag. Maar hoe bereik je nou dat eilandgevoel als je niet op dit eiland zit? Het hoeft niet. Je hoeft niet naar een eiland te komen voor een eilandgevoel. Daar geloof ik dat het niet hoeft. We zijn nu echt op een eiland. Dus ik ken mensen die op het eiland komen, die hebben nog niet het eilandgevoel. Wat ik zo heerlijk vind op deze plek is, we zitten nou echt hier op het gras. En daar beweegt het allemaal, de zee om ons heen. Het geeft voor mij een hele sterke ervaring van stabiliteit. Dit rust, dit is stil, dit beweegt niet. Aan het rondomheen is alles in beweging. De golven, de stroming, de vis, want we hebben een hoop vis hier aan zee, boten. Het is, en dat geeft die twee realiteiten naast elkaar. Het geeft een diep gevoel van rust bij mij. Ik denk dat het ook soms een eilandgevoel is dat je in het midden van een orkaan stilte momenten ervaart, terwijl je de orkaan kunt laten zijn. En dat is ook iets heel bijzonders. Het gaat er heel veel kracht vanuit, van die ervaring. Maar er zijn mensen, ik ken mensen die dat ook kunnen ervaren in Rotterdam, op hun appartement, of op een dakterras, of zelfs misschien in een lift, in een kantoorgebouw, die dat even kunnen oppikken. Naast de rol als abt heb ik ook de verantwoording om brood te bakken voor de broeders. En dat proces vergelijk ik heel vaak met het communiteitsleven. We zijn allemaal verschillende mensen hier, verschillende karakters. We komen van verschillende achtergrond. En het logische gevolg is dat soms ga je wel redelijk met elkaar overweg, maar je hebt ook momenten dat het botst. En dat is ook heel duidelijk te zien met het proces van deegmaken. Het lijkt dat er een puinhoop van komt en die niet te overkomen is. En dan op een gegeven moment, altijd onverwacht, het wordt een organisch geheel. Het wordt deeg. En zodra het deeg is geworden, heeft het ook de potentie om te reizen. Je wordt groter, je wordt ruimer, je wordt ontvankelijker. En dat is iets geweldigs. Let this food which we eat in honor of your name, implant the love of you in our hearts, and strengthen us in your service, through Jesus Christ our Lord. Amen. He was a strange man, so the poor. For sometimes he would someday show his true self, such a complicated man. Sazikov had worked on big jobs where they stole big money. He would get himself employed in big companies, large stores, or any such place where big money was handled at pay time, or a time to the company.
What does it mean to have a Dutch abbot? I don't know, because I've never known another abbot since I've been here, just Father Daniel. Okay. Mm-hmm. So he seems a good man. He came at the right time. He came at a time when we needed him. And God answers our prayers. He's very practical. He has a great sense of humour. Got a good sense of humour, yeah. Yes, is that typical Dutch? Very down to earth. He's a very good father. He's only about half my age. Well, a little more than that. But I feel like a son to him because he's very understanding and generous. But sometimes he has a very quick temper. Oh, yes, of course, obviously. But all fathers are like that when their children annoy them. Over here in the silent area. The silent area. Dit zijn plaatsen waar we niet spreken. Althans, we proberen het niet. En ik moet zeggen, we doen het redelijk goed. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat er ook plaatsen zijn waar we überhaupt niet spreken. Dit is de kloosterhof. Zoals je hier kunt zien, de kloostergang loopt helemaal rond. En boven zijn de kamers. Ik woon op de eerste verdieping. En daarboven wonen enkele broeders met die dakramen. We gaan nu naar de eerste verdieping. We gaan naar de eerste verdieping toe, ja. We gaan nu naar boven, naar mijn kamer. Ik geloof dat het de eerste keer is dat er kan gefilmd worden, hier, dit gedeelte. Is dat zo? Is dit eigenlijk strikt privé? Het is, ja. Oh, dan ga ik weer Engels praten nou. Dit is hier waar ik... Het is waar ik slaap, maar ook waar ik bid en waar ik lees. Het Mariabeeld wat ik gekregen heb van mijn vader en moeder toen ik mijn tijdelijke professie deed in de achterste kluis. Dat vind ik een heel mooi beeld, van hout. Een renaissance stijl. Ook de tederheid hier, moeder en kind. En dit is het kruis die op de kist van mijn moeder was toen ze werd begraven. En dat vond ik heel mooi dat mijn oudste zus zei, nou neem jij die maar mee. Ze zei ik eerst van, ja, omdat ik monnik ben? Nee, omdat jij de jongste bent. Dat vond ik heel mooi. En waarom bent u van Achel naar hier gegaan? Er zijn verschillende factoren. Ik had problemen. Ik had persoonlijke problemen. En dat heeft zich vermengd ook met problemen die afspeelden in de communiteit waar ik vandaan kwam. Er waren financiële problemen, maar ook problemen met gezag in huis. Vandaar dat er ook verschillende groepen waren. En dat was niet makkelijk. Ik was een beetje aan het verstikken. U moest weg? Ik moest echt weg. De reis naar hier toe was ook iets heel bijzonders, vond ik. Het weggaan van en het onbekende tegemoet. Ik wist wel wat ik hier aan zou treffen. Er zijn trappisten, zijn cisterciënzers, dezelfde orde. Maar in een andere cultuur. In een Britse cultuur. Wat toch wel degelijk verschillend is dan de Nederlandse cultuur. En mist u Nederland? Soms mis ik het wel, ja. Wanneer mist u het? Om gewoon Nederlands te kletsen. Zonder erbij na te denken. Het lukt steeds beter om Engels te kletsen zonder erbij na te denken. Het is nooit je eigen taal. Nooit. Nooit. Ik denk in het Engels vaak, ook droom in het Engels. Maar het is nooit echt je eigen moedertaal. Maar ook gewoon om heerlijke ertsoep te eten. Of even naar de viskraam te lopen om haring met rauwe uitjes te eten. Dat vind ik heerlijk, hè? Of gewoon een pilsje te nemen. Op het terrasje te zitten. Dat is echt Nederlands. De abdij van Coldy Island trekt zomers meer dan 1000 bezoekers per dag. Toerisme is dan ook de grootste bron van inkomsten. De bezoekers maken kennis met de eeuwenoude geschiedenis van het Heilige Eiland, zoals men het hier noemt. Want Coldy Island wordt al vanaf de 6e eeuw door monniken bewoond. Het eiland is eigendom van de trappisten, die hier vanaf 1929 eenzaamheid en stilte zoeken. De Old Priory is een van de oudste gebouwen van het eiland en werd al in de vroege middeleeuwen als kerk gebruikt. Vroeger leefden de monniken van de veeteelt, maar tegenwoordig haalt het klooster zijn inkomsten voornamelijk uit ambachtelijk gemaakte chocolade en zelfgemaakte parfums. De kloosterartikelen worden behalve in de abdijwinkel ook via internet verkocht.
De toeristen zijn vanaf 10:30 ochtends op het eiland welkom, maar moeten voor 16:30 weer vertrokken zijn. De abdij zelf biedt jaarlijks plaats aan een paar honderd gasten die naar het klooster komen voor bezinning, maar soms ook alleen maar van de schoonheid van het eiland willen genieten. De vuurtoren symboliseert voor ons Christus, want hij is het licht. Het licht der wereld. En wij behoren hem toe. En het is niet andersom. Wij kunnen hem niet in onze broekzak steken. En zo is ook de vuurtoren de baken van ons geloof. Maar ook de plek, een teken van dat we in veilige wateren zijn. De vuurtoren die heeft die rol te spelen. En dat kun je ook heel makkelijk in het geestelijk leven dus ook vertalen. Komt het nou wel eens voor bij u dat u dat licht niet ziet in uw verstaan als monnik? Dat het een beetje donker is? Er zijn tijden zeker wel dat het niet zo licht is. Dat het donderwolken hangen, zware wolken kunnen hangen. Kunt u een voorbeeld noemen? Nou, het weertypen in februari kan heel zwaar zijn. In die zin van dat er een zware mist hangt. En het wordt wel licht, maar het is allemaal schemerlicht. En je ziet bijna niets. En alles, er is ook geen wind. Er zijn dagen dat het heel stil is. Maar alles drupt. Alles is nat. Zelfs de dieren, dus zoals de vogels, de meeuwen, je merkt aan hun gedrag dat zij daar ook onderhevig aan zijn. Het is niet dat levendige geroep wat we horen nu in de broedtijd, in mei. Maar het is een geklaag. Het is duidelijk een... ook zij schijnen daar mee te worstelen. Het kerkhof hier op het eiland, het aantal die gestorven zijn, is meestal rond februari, maart. Dat is heel typisch. In die moeilijke periode? Ja. Het heeft invloed op mensen's psyche en spiritueel leven. Het is een heel oude gewoonte, een nachtelijk gebed. Profeten hadden een nachtelijk gebed, koning David had een nachtelijk gebed. Maar ook Christus zelf vaak trok zich terug in de nacht om te bidden. Voor mij is het puurheid. Ik voel ook dat de nacht nodig is. Juist omdat wij vaak ons vastklampen aan beelden en impressies die niet God zijn. Soms voel je dat er een leegte is. Maar mijn geloof zegt dat die leegte geen afwezigheid is. Het is een invitatie. Hij vraagt me om nader te komen. Ook in ruimtes te komen die mij niet bekend zijn, die nieuw voor mij zijn. God is waar ik thuis mag komen. Een stille aanwezigheid. Maar ik kan het niet omschrijven wat het is. Het is een relatie. Ik denk dat met een relatie altijd zo is. Hoe dieper een relatie wordt, des te moeilijker omschrijbaar wordt het. Het komt uiteindelijk op het naakte geloof. Je vertrouwt het. Je vertrouwt de ander.
Ik doe nu de halve hoeveelheid. Wat ik normaal doe in het hoogseizoen is ongeveer 1000 cookies per morgen in de ochtend. Maar nu doe ik iets van 400. In het hoogseizoen bedoelt u de zomer mee? Ja. Als er hier veel toeristen komen, dan bakt u 1000 koekjes per dag? Per dag, ja. Ja. Enkele mensen hebben mij gevraagd, ja. Visualiseer je nou een broeder als je dit doet? En dat heb ik ook eerlijk antwoord gegeven. Nee. Nee. Dat doe ik niet. Nee. En dus, maar er zijn ook mensen die denken, nou, tijdens het werken, dan worden er nog psalmen gezongen. Maar daar geloof ik helemaal niks van. Nee, dit is gewoon fysiek werk. Soms dan zing ik gewoon liedjes van de top 40 of zo van vroeger. De top 40 van vroeger? Ja, of Nederlandse smartlappen. Ja? Ja. En wat is zo'n Nederlandse smartlap dan? Huilen is voor jou te laat, ik kon niet meer. Ken je toch wel, hè? Ja. Oh, dat soort dingen. Maar dit is ook... Wat? Die vraag van, goh, bent u nu iemand aan het slaan? Is dit agressie? Het is wel agressie. Ja, ik weet het niet. Nee? Ik zou het niet tegelijk invullen met agressie. Nee. Maar het is gewoon heerlijk. Is het lekker om te slaan? Het is gewoon heerlijk om het te doen. Maar ik zeg niet, ik zou niet gelijk vertalen met agressie. Nee. Dus wat ik wel vind, als je brood bakt en je hebt dan op een gegeven moment deeg in je hand, dat kan heel sensueel zijn, deeg. Maar het is lauw. Het is net een huid die je aanraakt en het is heel. Ja? Toen je dat vergist, van oeh, wat sensueel dit gevoel is. Zo. Want dan moet je heel dat deeg moet je uit die trog halen, die daar is. Yeah. En dan leg je het hem op de tafel. Het is net alsof je een lichaam pakt. Het is net een warm lichaam, je omhelst. Zo. Het is heel sensueel, vind ik wel. De bakkers in Nederland zullen misschien opkijken wat ik zeg. Heeft u dat nodig in dat klooster hier, om dat sensuele gevoel af en toe te hebben? Ik vind het heel belangrijk. Ja? Wel, ik vind het van wel. Ja. Je bent mens, ook in die, de seksuele energie is heel wezenlijk, ook in je gebedsleven. Ja. Maar gewoon ook in je mens zijn. Ik denk dat de seksuele energie een van de belangrijkste factoren is van het mens zijn. Het vermogen om lief te hebben, maar het vermogen ook om die intimiteit te beleven. Maar het is wel opmerkelijk dat je het beleeft. Als u het deeg vastpakt. Ja, dat kneesje overkwam het mij. Ik hoef er niet over na te denken, weer het lichaam signaleert. Het lichaam voelt je dingen, sensaties. En in die zin kun je het gevoel voor seksualiteit niet wegstoppen in een klooster. Oh nee. Oh nee. Daar was ik al achtergekomen in de eerste week toen ik in trad. Ja? Dat gaat niet. En dat moet ook niet. Als je God over God praat of denkt, ook als gemeenschap, Vader, Zoon en Heilige Geest, die constante energieën die ze aan het doorgeven en daardoor één zijn. Ja, alles hunkert naar eenheid. En God zelf is communiteit en eenheid. Ja, waarom zouden wij dan dat verlangen naar eenheid, wat seksualiteit toch is, afwijzen? En hoe gaat het ook wel? Omdraaien met één hand. Zo, en dan doe je 7 op een rij. Ja, 7 is een heilig getal, maar daarom doe ik het niet voor. Beetje meer patroon, hè? Meer patroon? Ja, kijk eens. Chaos. Oh, ja. Maar dit is handwerk, hè? Ja. Waarom is handwerk voor een monnik zo belangrijk? Omdat een mens bestaat uit geest en lichaam. Daarom. Ik denk dat handwerk voor iedereen belangrijk is. Niet denken van monniken. Voeling hebben met materie is heel wezenlijk. Ja? Ja, zeker wel. En even niet nadenken over God. Nee, het is in wezen, ik zie het als handwerk ook God doen. Je bent creatief bezig, God is creatief. Het is nu bijna 8:50, nog enkele minuten. En 8:50 begint Ted. Het is het derde uur. En dat is het uur waarop Christus gekruisigd wordt. Dat is altijd wordt herdacht in de kleine uren, wat we noemen. We hebben de 3e uur, het 6e uur, de 9e uur. En dat zijn belangrijke momenten in de dag.
En daar gaat u nu naartoe en dan komt u over 20 minuten weer terug? Dan ga ik weer terug en dan doen we die andere bakplaat. En dan gaat alles erover in. En dan doet de hitte zijn werk. Oké? We zien u zo. Oké dan. Dag. Dag hè. Een van de eilanders die heeft ooit tegen mij gezegd: "Or the island will swallow you, or it will vomit you out." En je kunt dat vertalen: het eiland neemt jou tot zich, of het spuugt je uit. En dat vind ik een hele krachtige beschrijving van. Het eiland is als het ware ook een wezen dat je tot je neemt of niet. Je past erin of je past er niet in. En over het monnik zijn, ja, je kunt monnik zijn hier, maar misschien niet ergens anders. Ik heb monniken ontmoet die heel goed deden waar ze zijn, maar zodra ze hier komen, zeggen ik hou het hier niet uit. Het feit dat ze de boot zien vertrekken, de laatste boot, en dat gevoel hebben dat ze het eiland niet af kunnen, dat beangstigt ze. Ja, dat is eenmaal zo. Op een eiland kom je jezelf enorm tegen. Juist omdat je op een geografisch beperkt terrein leeft. Met praktisch dezelfde mensen dag in dag uit leeft. Mensen die je niet hebt gekozen om mee te leven. Dus mensen die ook duidelijk laten zien wie jij bent. Zeker in de wintermaanden ben je veel meer aangewezen op het leven binnenshuis dan buiten. En dan kunnen de spanningen rijzen binnen. Vooral als we dan discussies hebben, die zijn soms zo levendig, dat we echt moeten zeggen van, we moeten nu eventjes ophouden, want anders gaan we dadelijk nog iets doen met praten. Ja. Weet je wel, het kan soms zeer, zeer fanatiek aan toe gaan. Dus het is geen vlucht, het is eerder een confrontatie? Het is een confrontatie, ja. En ook de monastiek leven zelf wil ook een confrontatie zijn. Het is vanuit het besef. Maar dat groeit langzaamaan. Ik had het besef totaal toen ik intrad als jonge monnik toen in Nederland. Maar het groeit met de tijd. Dat inzicht, die confrontatie is noodzakelijk. Wil je je openstellen voor het leven, wil je je openstellen voor God, dan moet je eerlijk zijn. Je kunt geen poppenkast spelen. Je kunt geen masker opzetten. Het is de waarheid wat naar buiten moet komen. En ook, maar ook de waarheid die bevrijdend werkt. Hou je het op een eiland niet uit als je je eigen eenzaamheid niet uit kunt houden? Precies. Daar geloof ik heel sterk in. Ja. Wat ik wel ervaar met mezelf, met mijn eenzaamheid, het is wezenlijk iets van mijn leven. Het is niet iets waar ik van af moet komen. Het is niet iets wat ik zo gauw mogelijk uit de weg moet ruimen. Het is er gewoon. Het is er. En het is de moeite waard om erbij neer te zitten en het te beluisteren. En niet gelijk met een antwoord of een oplossing aankomen dragen, maar beluister het. Beluister de situatie. Ga ermee op weg. Het is iets van jouzelf. Er zijn zoveel manieren om je te verstrooien en om allerlei zaken erbij te nemen. Maar als je echt authentiek wil leven, vanuit jezelf, vanuit je hart, dan is eenzaamheid iets wat erbij hoort bij het leven. Dat kan niet anders. Een vorm van het besef dat je niet compleet bent. Dat je altijd hunkert naar een diepere intimiteit, naar warmte, naar sympathie. Al die dingen zijn zo de mens eigen. Geografisch, het is heel klein, een eiland. Maar tegelijkertijd geeft het een opening naar verte die je niet kunt benoemen. Dat vind ik heel uniek van die contrasten. En ik denk dat juist het leven op een beperkte plaats
heeft juist die capaciteit om jou ook te openen naar die eindeloze, wat je noemt, dood. Het eeuwige. Ja, die gaan samen. Dat is net zoiets als macrobiologie en microbiologie. Die twee gaan hand in hand. Hoe dieper je gaat in de microbiologische realiteit, hoe meer je voeling gaat krijgen voor het eeuwige. Van waar stopt het? Is in die zin wat op een eiland gebeurt, de reis die je maakt op die ene plek, waardoor je de wijsheid gaat ervaren, hetzelfde als wat er gebeurt als je naar binnen gaat? Er zijn veel parallellen, ja. Ook in de beperking van jezelf. Als je je eigen limieten ervaart, je zwakheden, dat je dacht van ik kan dit aan, ik kan dit doen en dan blijkt dat je het niet kunt doen. En dat je dan groeit naar acceptatie daarvan. Wat mijn ervaring is, het kan heel nieuwe perspectieven openen in die zin met de relaties met de broeders. Het perspectief van authentieke sympathie naar de ander toe, dat hij worstelt met dingen. En dat geeft een enorme wijsheid en bevrijding. Dat kon voorheen niet gebeuren. Dat kan alleen door de aanvaarding van je beperktheden. En dat is iets wat het leven ook in de communiteit op een beperkte plek mij dat ook leert. Als de beperktheid van het eiland er aanvaardt, ja, heb je de wijsheid van het eeuwige. Ja. Als de beperktheid van jezelf aanvaardt, heb je de ruimte naar anderen. En de ruimte naar anderen. Dan kun je ademen. Broeder Daniel, ja? Als u wilt weten wat mijn eilandgevoel is, dit is mijn eilandgevoel. Ah. Als u hier in het strand één woord zou moeten opschrijven, welk woord zou dat zijn? Geweldig. Ja? Ja. Geweldig. 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 Broeder Daniel, toen ik hier aankwam, had ik één vraag. Wat is het eilandgevoel en hoe nemen we dat mee terug naar Nederland? Zou je dat op de achterkant van deze kaart kunnen schrijven? Ik verlaat Koldi Island na een ontmoeting met een bijzondere godzoeker. De Nederlandse trappist Daniel van Zandvoort. En deze boodschap gaf hij ons mee. Niets is te vergeefs. Niets is verloren. Het komt allemaal goed. Broeder Daniel. Dit was Kruispunt. Nog een hele goede avond. Volgende week, zuster Minke de Vries, priorin van een vrouwenklooster aan de voet van de Zwitserse Jura. En het was goed. Nu is er nog heel veel goed, maar jammer genoeg maken we het allemaal kapot. Dat is de bloemenzuster, Sil Maria. Te denken dat je het kwaad kunt isoleren of zeggen, daar is het. Dat is het grootste kwaad wat er bestaat. Broeder Daniel, waar zitten wij hier? We zitten hier op het kerkhof, op de rustplaats rond St. David's Church, die achter ons is. De St. David's Church is een oudste kerk van het eiland, maar ook het oudste kerk die nog steeds wordt gebruikt als voor eucharistieviering en gebed. Hoe oud is deze kerk? Van de vikingtijd, ja. Dus van de 10e, 11e eeuw. Dus dat is nogal wat. Ja. En vanaf de 6e eeuw? Vanaf de 6e zijn eeuw monniken. Zijn er monniken hier geweest, op dit gedeelte van het eiland vooral. En naar de Old Priory. Ja. Is het daarom dat dit eiland een heilig eiland wordt genoemd? Ja, zeker wel. Juist omdat er zoveel eeuwen voor gebed is gepraktiseerd hier. En een leven van eenvoud en toewijding aan God. Dat heeft de neerslag ook op de plek zelf. Ik heb mensen ontmoet die hier voor de eerste keer kwamen
En onmiddellijk zodra ze voet zetten op het eiland, dat ze een aanwezigheid bemerkte van God, van heiligheid, van heelheid. En dat is iets waar ik zeer veel waarde aan hecht. Ik geloof daar ook echt in. Ja. Als er een plek wordt gebruikt voor toewijding en gebed, die plek zal ook die aanwezigheid gaan dragen. Ik denk dat het ook hetzelfde is waar een plek waar heel veel kwaad geschiet, zal ook een vijandigheid hebben. En dat kun je ook merken in plekken waar heel veel gebeurd is. Destructieve praktijken. Er liggen hier monniken, misschien wel van eeuwen her. Tot hoever gaan de graven die we hier zien terug? De graven die we hier nu zien zijn van allemaal van deze eeuw, vanaf begin 1900, ook nog enkele van eind 19e eeuw. Maar onder deze graven zijn ook graven. Toen wij onze pater Jozef gingen begraven, dat was in 1997, was ik een van de gravers. Samen met, ik denk, broeder Gabriel. En toen stoten we op een ander graf, een leistenen kist. En de kist was gebroken aan de voorkant. En er was een stuk van de schedel, lag daar. En dat hadden we opgestuurd naar de National History Museum in Londen. En kort daarna stuurden ze terug met het bericht dat het stamde van de 8e eeuw. Dus het is wel duidelijk hier een plek waar al heel lang mensen zijn toevertrouwd aan de aarde. Ja. Hoe kijkt u zelf de dood aan? Bent u bang voor de dood? Niet meer. Ik heb er wel een tijd gehad dat ik er wel bang voor was. Waar was u er bang voor? Voor het absolute. Het is zo onherroepelijk. Eindigheid ook. Het had iets benauwends voor mij, dood. Ja. Ook al in de tijd dat u monnik was? Ja, zeker. Het begon nog erger te worden. Toen ik een jonge novice was, ik had van tevoren nooit beseft de confrontatie met dood zo sterk als toen ik monnik werd. En dat was toen in Achel. Kort nadat ik intrad was een monnik dood gevonden. En dat heeft enorme indruk op mij gemaakt. En dat heeft me lang eigenlijk heel veel moeite gekost. Maar ik begrijp altijd dat monniken leven van het zoeken naar God. Ja. En dat ze hopen dat als ze doodgaan, God in de ogen kunnen kijken. Jazeker. Dan is de dood toch niet iets afschrikwekkends? Nee, dat is het ook niet. Maar je gaat niet de dood zoeken in een abdij. Hè? Het is niet zoals wat een bepaalde ongezonde spiritualiteit was. Zodra de dood op je pad kwam, halleluja, we gaan naar God. Zo zie ik de dood dus niet. Ik vind de dood is essentieel, het hoort bij het leven. Maar als het te zeer wordt geïsoleerd van het leven, dan wordt het voor mij een iets ongezonds. Dus je gaat niet de dood zoeken, je zoekt God. En je beleidt Gods aanwezigheid ook als je weet dat je sterfelijk bent. En dat is iets, een zeker met het geloof in Christus, dat hij ook wezenlijk stierf, wezenlijk de pijn had en de angst had. Want hij had toch angst in het Hof van Olijven, in Gethsemane. En dat zijn zaken die je niet moet uitvlakken. Nee. Ik denk dat wat je ook vaak bij mensen tegenkomt, ook al zeggen ze ik ben niet bang voor de dood, er is ineens onverwacht komt er een strijd los van het verzet daartegen. Ik heb vroeger boeken van Elizabeth Kubler-Ross gelezen. Een psychologe die heel veel mensen heeft begeleid. Die wisten dat ze ongeneeslijk ziek waren. En ze vond vooral onder religieuze opstand. Heel interessant om dat te lezen. Juist degene waarvan je zou verwachten, die zouden toch een beetje meer in tune moeten zijn met sterven hoort bij het leven. Nou, kom je toch een hoop ook protest tegen. Hoe heeft u het een plek gegeven in uw religieuze tijd? Wat is de ommekeer eigenlijk geweest? Het was toen ik mijn gebedsleven op een dieper niveau, kun je zeggen, op een meer persoonlijke wijze ging ervaren. Ik zie voor mij ook wezenlijk gebed als een proces van sterven, om te leven. Het is jezelf uit handen geven, jezelf kunnen laten gaan in de handen van God. En zo zie ik het ook, het sterven, het wezenlijk sterven. Dus bidden is elke dag een beetje sterven om dichter bij God te komen? Om werkelijker te leven. Ja, om dichter bij God te komen, ja. Ja, als je het zo kunt zeggen. God is altijd onbeschrijfelijk dicht bij ons. Mm-hmm. Maar ik geloof dat bidden echt wezenlijk ook een sterven is.
Het heeft te maken weer met het absolute, de liefde, de overgave, het vertrouwen. Om dat je gedragen wordt in het leven. En dat heeft voor mij een hele hoop duidelijk, maar, ja, duidelijk, maar vind ik ook weer zo'n woord, rust gegeven ook. Mee verzoend met dat onomstotelijk feit. Dus een diepere manier van binnen heeft u doen verzoenen met het absolute van de dood. Het absolute van de dood, ja. Ja. Ik weet nog goed, was in Achel, Vater Michael, die was de geweldige muzikus, een organist en een componist ook. En hij heeft ooit een homilie gegeven en hij zei, en dat gaf mij heel diep inzicht, ook de dood behandelt ons als iets kostbaars, zei hij. En dat vond ik, dat heeft, had een heel diepe indruk op mij gemaakt. Ik ben ook onmiddellijk naar hem toegegaan, na de mis, om hem te zeggen hoe dankbaar ik was voor op deze manier getuigenis te geven. Waarom troostte u dat, precies deze woorden? Omdat hij het interpreteerde als, de dood is niet iets vijandigs. Het is wezenlijk bij het leven horend. Niets kan ons vernietigen in de meest letterlijke zin. De dood is een moment waar we inkomen, waarin het wezenlijke van de mens naar boven kan komen. Dat geloof ik. En dat heeft, die woorden hebben mij ook daarin gesteund. Ja. En troost het u dan dat u ook weet of gelooft dat de dood niet het einde is, maar dat er ook een perspectief is van het eeuwig leven? Ja, zeker. Ik geloof niet alleen dat het eeuwige leven ons tegemoet komt. Ik weet uit ervaring dat er eeuwig leven is. Hoe weet u dat? Omdat ik nu ervaar, niet enkel als ik God zeg of God uitspreek, maar ook het leven zelf, dat er ervaringen zijn van zo'n diepte, van zo'n rijkdom, dat je, ik weet dat goed dat ik soms gestameld heb, het leven is eeuwig, het kan niet eindig zijn. Het is te groot voor mijn bevattingsvermogen, het overstijgt me. En het is wezenlijk, het kan gewoon niet anders. Zo sterke ervaring heb ik gehad daarin. Heeft u dat ook ervaren bij de broeders die hier gestorven zijn en hier nu begraven liggen? Dat ze zich konden overgeven, dat ze voor u voorbeeldig konden sterven, of juist niet? De broeder die we zojuist begraven hadden, vader Richard, hij was iemand die al heel vertrouwd mee was met sterven. Ik heb ook broeders meegemaakt die er minder vertrouwd mee waren, die er best wel moeite mee hadden. En gelukkig dat ik uitspraken. En dat vond ik moedig van ze, dat ze dat ook durven te verwoorden. Toen zei ze van, nou, ik ben nog, I'm not ready for it yet, zei ze ook. Ik geloof dat er nog een hoop met mij moet gebeuren. Ik zei, ja, maar jij bepaalt dat niet. Het, op een gegeven moment, dan gebeurt het. Huh? Mm. Het is gelukkig wel een mogelijkheid om met de ouderen hier daarover te praten. Mm. Ja, dat vind ik een grote rijkdom. Want ik denk, ook al weten we, er is eeuwig leven. Ik weet het niet hoe ik zal zijn als ik weet dat ik ga sterven. Dat weet je niet, wat er gaat gebeuren. Sommige mensen die altijd, zou ik maar zeggen, het vrolijke van de kant van het leven altijd hebben opgezocht. Waarvan je denkt van, die zal best wel moeilijk zijn krijgen om te gaan sterven. Die kunnen voorbeeldig sterven. Het is een mysterie ook, vind ik. Wat je denkt, wat jouw filosofie is, wil niet zeggen dat jouw antwoord...